doen we zo. Waar gaan we heen? Volg mij. Valeo. Ik ga die boom echt weghalen, ze zijn echt vervelend. Vandaar, Sherry, vertel. Ik heb met Wanda gesproken. Wat zegt hij? Dat het goed gaat komen. En ik vertrouw hem. Ik vertrouw niet snel mensen, maar ik vertrouw hem. En de mensen die hier langer zitten dan 15 maanden, en die willen naar huis. Daar gaat hij een stokje voor steken. Dus dat heeft hij eigenlijk al gedaan. En als ik naar huis ga, dan komt hij ook niet bij de laatste 5, denk ik. En ik gun het hem ook. Mm-hmm. En ik gun het jezelf. Jou ook. En mezelf ook, ja. Ja. Dus ik hou niet van opgeven. En ik zag het ook niet als opgeven. Ik zag het meer als... Ik wil dit spelelement niet aan. Mm-hmm. Ik heb me hier niet voor opgegeven. Maar ja, ik ga het doen. Game is on. Oké, wauw. Ja. Die was wel aan, maar nu is die on. Ja. Ik ben... Oude. In één persoon. En... Niet eens. Degene die jou heeft verraden. Ja, nee, ik... Oh, die, oké, ja. Ja. Dat is de enige. En ik hoop... Ik vertrouw haar ook niet. Ik heb gesprek met haar gehad gisteren. Niet eens specifiek over het stemmen. Gewoon meer over dat zij bewust moet zijn met wat ze in huis heeft. En dat wordt ze heel vaak, en dat heb ik ook heel vaak bij de stemmingen gezegd. Bewust zijn, zij moet bewust zijn van wie ze is, wat ze in huis heeft. En wat ze hier nog de 2 maanden, 1,5 maand kan laten zien. Mm-hmm. En ik hoop dat de dinner zo doorgaat. Als die niet doorgaat, dan komt Nens ook niet waarschijnlijk. Ik wil die met haar gaan presenteren. Zij kan dat. Ja, dat denk ik. En ja, ik ga het leren. Ik heb het, ik heb als een vis 5 bij Trouble in Paradise, heb ik Ik heb je niet eens gehoord. Nou, moet je nagaan. Ik moest nog harder zelfs. Maar dat was niet presenteren. En dit lijkt me wel leuk om met haar te doen. En zo kan zij ook plots dadelijk de poort verlaten. Ja. En dat gun ik haar ook. Ook al heb ik 2 keer op haar gestemd en zag ik haar liever gaan. Aan de andere kant snap ik ook wel waarom zij hier nog steeds is. Mm. En dat is omdat zij niet herinnerd wilt worden als het meisje die in bed ligt en... niks uit haar utopia tijd heeft gehad. Dat zou super, super, super zonde zijn. Helemaal met de weet wat je allemaal kan. Ja. En dat er gewoon heel veel mensen in haar plek heel veel hadden gedaan. Ja. Dat is van, ja. Dus het is voor haar nu of nooit. En ik hoop dat hoe zij nu bezig is, dat ze dat aan blijft houden. En ik hoop ook dat als ik met haar het gesprek aanga, vandaag of morgen, moet ik even nog kijken, dat ze nog weet wat ik heb gezegd. Ja, ik moet ook nog met haar spreken, want we hebben natuurlijk gisteren een soort van woordenwisseling gehad. Ja. Ja, weet je wat ik gisteren ook al zei? Ik vertrouw haar niet. En dat is je goed recht ook. Ik vertrouw haar niet, ik vertrouw Lex niet. En... ik ben heel erg benieuwd wat Brandon in petto heeft. Hij heeft me laten zien. En... ja. Laat maar zo zeggen. Sommige mensen van het andere kampje...
willen Brenda niet zien gaan. Nee, en willen mij ook niet zien gaan. Mm-hmm. En dat weet ik. En dat is eigenlijk al genoeg om hier een langere tijd te zijn. En ik weet niet hoe dat bij jou is, hoe dat met jouw band is met de losse vlodders die daar aan hangen, laat maar zeggen. Daar moet je eigenlijk gewoon naar kijken. Of jij wat voor hem betekent of niet. Nee, maar het maakt me ook niet uit. Maar die mensen gaan toch niet op jou. Op Brent, mij of Jordi misschien, ik weet het niet. Maar in ieder geval, weet je wat er niet voor mij is, Shell? Ja. Er wacht mij zoveel moois buiten. Ja, zeker weten. En jij kan heel trots op jezelf zijn dat je dat in 7 maanden, 8 maanden, hoe lang ben je? Ik ga mijn 8e maand. Of ik ben nu mijn 8e maand. En sommigen, zoals ik bijvoorbeeld, zit hier 16 maanden en dat is niet eens op mijn pad gekomen. Jij bent hier 8 maanden en je hebt wel fucking het gerokt, want je hebt hier buiten gewoon werk. Wat je leuk vindt, wat je hobby is, dat wordt jouw werk. Dus je kan echt heel trots zijn. Echt heel trots zijn. Want zelfs Gerrit is het niet gelukt, want die was ook zijn droom om DJ te gaan worden. Nou ja, nu is het opeens weer rappen. Ik gun hun ook dat gaat werken hoor, hier buiten. Maar jij hebt het gedaan, je bent ermee begonnen en je bent niet meer gestopt. Ja, en zo hoort het. Echt blij. Ja, weet je, dus voor mij, Shell, ik heb al gewonnen. Ja, weet ik. En als ik jullie kan helpen met te gaan skieten, dan doe ik dat. Houtse kaas is... goeie man. Ja, echt. Ik was echt pissed off. En dan kan je zeggen wat je wilt tegen me, maar dat gaat één door één ander uit. Maakt me niet uit, dan heb ik echt een bord voor mijn kop en dan zie ik alleen maar dit. En dan zie ik foto's weg. In mijn kist. Ik ga weg. Ik wil naar huis. Ja, dat heb ik. Waarschijnlijk, ja. Heel erg in me. Ja, ik ben blij... Maar alle fotootjes komen er weer. Ik ga dat nu niet doen, maar zelfs de Halloween foto's komen erbij. Oh, ik ga ook even foto's plakken. Ga ik nu doen. Die van Ben vind ik echt tof, hè. Ja, die is echt wauw. Deze is echt tof, hè. Ben je geëngerd? Enge Branny. Jee, de lenzen zijn er nog. Want... Natuurlijk ga ik dan ook een shoot doen. Shoot? Ja, van Lex. Oh ja! En dan wil ik weer die lens in. En dan? Met wat dan? En dan gewoon met een leuk pakje aan. En dan wil ik gewoon leuke, aparte, unieke foto's maken. Ja, ik ben ook op een unieke plek, dus ik hoop dat er ergens een plekje is waar ik gewoon leuke foto's kan maken. Nee, je bent in Utopia, is best wel uniek. Ja, dat is zeker waar. Maar één kans, tenminste. Een kans uit je... Dat is volgende week donderdag. Ja, volgens mij 7 november. Als het goed is. Nou, ik heb hier een kalender. Ja. Oh, heb ik ook les. Maar ik weet niet hoe laat. Dat weet ik. Nee, ik ook niet. Oh, echt. Oh, Brennan kwam al binnen. Ik ga het niet over de daken hier schreeuwen. Als mensen interesse hebben in mijn verhaal, waarom ik naar huis wou en überhaupt gewoon willen weten hoe ik in die situatie zit, kom persoonlijk naar me toe. En niet zoals Merel, wat zij gisteren deed aan de eettafel, was gewoon echt. Waar was ik? Ja, ik weet niet waar je was. Je was er in ieder geval niet. Maar het was echt op een toon en op een manier dat ik... denk van wie heb jij gehoord dat ik blijf? Gisteren heb ik dat geen één keer gezegd. Tegen niemand niet. Want ik stond er nog steeds hetzelfde in. Dus het is of gewoon natte vingerwerk en dat heeft ze gewoon random verzonnen. Om mij even te pakken omdat ze geen lenzen had. En omdat ze niet
een leuk jurkje had. Zij is toch van de shotgun mentaliteit dat ze er maar eerder bij moeten zijn? Ja, heeft dat ooit gezegd? Ja, bij Ernst. Zelfs eerder, dus zij heeft dan... Ja. Oh ja. Nou ja, en zij dacht volgens mij dat ik haar lensoppas was of zo. Want ik moet altijd aan haar moeten geven. Die is echt niet, die is koekoek. Ik had op haar lenzen moeten passen. Nou, dacht even niet. Die meid heeft het echt te hoog in de bol. Meid spoort niet. Echt te hoog in de bol. Ja, ik ga ook foto's ophalen. Er zijn er wel veel hoor, heb ik. Ja, ik heb er echt... Oh, deze vind ik ook echt tof gewoon. Ja, deze zeker weten. Ja, ik moet nog steeds eten. Oh, je eitje is klaar, hè? Ja, ik ga zo eten. Oh, Shell, ik ben zo blij dat je blijft. En dat ik niet een inloopkast van mijn huis moet maken. Ja, maar ik meen het, ik had het gedaan in jouw plek. Als ik weg zou gaan, had ik dit bed eruit gesloopt. Had ik een stang, had ik van hier tot met hier, had ik bevestigd. En had ik allemaal kledinghangers gekocht. Ik heb er naar gekeken. Al. Ja, want er liggen nog stangen daar. Stangen liggen daar, ja. Klopt. Ik zou het hele huis omtoveren naar mezelf. Ja, ik had al in gedachten dat ik... Ik ga dan gewoon s'avonds chillen bij Brandon en bij Jordi. Want dat waren me dan mijn enige vrienden nog hier. Ja. En dan als ik dan moe ben, dan ga ik gewoon naar mijn eigen huis. Ja. En ja, dat was helemaal... En als één iemand tekeer zal gaan tegen mij of tegen jou, dat jij hier... dit stuk, een kledingkast of zo, of hoe je dat wil gaan maken. Want er gaat dan weer van zij komen van, ja, de B&B en dit en dat is dus zo. Fuck you. Ja, fuck you. We hebben hier een huisje staan, wat gewoon niet wordt... Nee, ik heb ook geen zwarte... Zwart, nee. Maar hij heeft een beetje grijs-blauwe ogen. Toen ik al wat jonger was, zei ik, en jonger, wat was ik, 14 of zo, 15, toen zei ik al, mama, mag ik jouw kleur ogen hebben, zullen we ruilen? Wow. Ja. Nee. Je moet niet blij zijn met wie je bent. Absoluut. Gelukkig bestaan de kleurlenzen, dan kan je af en toe even afwisselen. Dat ook. En ik denk als iedereen zichzelf kon maken, dan was iedereen perfect geweest. Ja, en dat is echt niet leuk. Nee. Ik hou niet... Ik hou van perfectie. Ja, ik ook. Maar iets wat niet dat helemaal perfect is... Ja, ik ben er echt heel... Dat jij bent erger dan ik. Ja, weet ik. Ik ben jij bent heel erg. Jij bent echt... Ik ben gewoon psychisch, hè. Ja. Ik ben heel erg. Gewoon neurose heb je. Ja. Ja. Goed. Ja, ik ben echt heel erg. Ja. Wauw, ik ben zo benieuwd wat het plan... Ja, ik ben benieuwd. Joh, je bent scheef pupil. Ja, ik heb ook digitale foto's gemaakt. Hij gaat het ook echt photoshoppen. Ja, die is ook erg hoor. Spoort niet meer, jongen. Echt niet. Die is ook echt perfectionistisch. Daar hou ik echt van. Ik moet alles opnieuw doen. En omdat ik het natuurlijk een plaatje heb vastgeplakt, kan ik ook alle plakbandjes opnieuw gaan doen. Want er zit allemaal papier aan. Ja, kut. Maar daar heb ik vanavond tijd voor. Dan ga ik lekker, ik ga vroeg mijn nest in gewoon. Ach, ik ook. En dan ga ik sorry, lekker... Sorry, campinggast. Oh, ja. Maar ik kan niet aan. Meneer Van der Steen of zo? Maar die komt. Ik ga het ook. Ik ga het ook tegen Lex zeggen. Want Lex is ook al best wel vaak naar me toe gekomen. Maar ik ben heel erg benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd als de mensen die niet willen dat ik blijf het gaan horen. Zoals bijvoorbeeld een Merel. Zij gaat het zwak vinden. Dat heeft ze trouwens al gezegd. Ze gaat het heel zwak vinden dat ik iets zeg, maar het andere doe.
Wat zegt zij dan? Ik wil DJ worden. Je bent niet aan het draaien. Ik wil presentatrice worden. Je fucking standaard die staat bovenweg te broeten. Ja, dat zei je. Ik weet niet. Ja, maar zij heeft, zeggen, ook, en zij heeft ook ooit eens in het begin gezegd dat ze naar huis wou. En dat zei ze toen ook tegen de groep. Als ik het me goed kan herinneren. En is ook niet goed. Dus, en ik ben hier 16 maanden. En ik heb dit nog nooit echt gezegd dat ik naar huis wil en dat ik er klaar mee was en dat ik er, ja, nee. Ze moet gewoon een grote mond even houden. Ja. Als ze dat gaat zeggen. Dat heeft ze al gezegd. Nee, ik was gisteren bij de, aan de eettafel. Ik heb ze net gezegd. Dat ze het zwak vindt. Als ik dan niet ga. En weet je wat ik zwak vind? Als zij naar me toe komt, ga ik echt zeggen. Weet je wat ik zwak vind? Dat jij geen interesse toont in het verhaal waarom ik naar huis wou. Dat vind ik zwak. Ik ben oud en wijs genoeg om dat te vragen. Ik denk ook niet dat zij zich beseft dat zij bij jou, bij Kaylee, gewoon een heden. Oh, niet bij mede mij, hoor. Door, nee, maar mede ook door haar. Ik kan de kop niet meer uitstaan. Want ik vind dat mensen haar net huis en willen. Ik vind haar uit de hoogte doen en ik kan daar heel slecht tegen. Oh, is dat open? Nee, dat is open. Oh shit, dit ding klopt niet. Een kuttape is dit, hoor. Ja, weet je, ik ben blij dat je blijft. En, als ik er zo over nadenk. Kijk, als ik Lex nu een beetje ken, zij hoort meningen van andere mensen en daar gaat ze haar mening op baseren. Ja, ze vormt de eigen mening daarop. Ja. Ja. En, ja, dat eigenlijk. Dus als ik dat hoor, dan denk ik van, oké. En als ik dan zie met wie ze de laatste tijd heeft opgetrokken en hoe die mensen ook met mij zijn, weet ik al hoe laat het is. Mm. Ja? Ik weet precies, ik kom niet uit een ei. Nee, ik kom niet uit een ei, ik ben echt nu in mijn achterhoofd gevallen. Ik snap heel goed hoe dat hier zo werkt. Maar ja, hey. Ik zou alsnog roeien. Nee, maar ik zal alsnog wel, wat je gisteren zei, van ik wil het gesprek aangaan met Lex als je nuchter bent morgen. Of het was al morgen, of het was al vandaag. Maar ik zal wel met haar het gesprek aangaan en ook met Milen. Ik ga dat zeker ook doen. Ik zit alleen even te twijfelen of ik dat nu doe of ook naar de markt. Waarom naar de markt? Omdat je iets, je gaat iets, oké. Ja, daar moet je zelf, de markt is beter. Kijk, voor haar ook, hè, want ze heeft dingen gezegd. Wat ook niet handig is om zo te zeggen. Totaal niet handig. Want wat zij wil, kan ook nog niet. Het is onmogelijk, kan niet. Stom het ook klinkt, denk ik dat Merel wel bij de laatste 6-5 hoort. Ja, dat vind ik ook, want ze heeft heel veel gedaan. Heel veel, absoluut. Ja. Ja, ik vind ook dat ze daarbij hoort. Ook al mag ik er niet. Nee, ja, ik ook. Mag er echt niet. Ik ook niet. Maar ik vind wel dat ze het wel verdient om ver te komen. Ja, absoluut. Ik ook. Ja. En ik zou altijd, en dat zei ik, ik heb een gesprek gisteren met Lex over gehad. Ik zou persoonlijkheid en karakter, of het zijn twee zelfde dingen ongeveer, zou ik gescheiden houden met het feit van wat diegene hier heeft neergezet of heeft gedaan. En daar zou ik het altijd op baseren. Mm-hmm.
Kijk, karakter speelt ook heel erg een rol. Ik heb ook niet voor niks de laatste stemmingen losse vlodders uitgegeven. Maar dat was gewoon, dat zijn de mensen die mij dwars zitten. Mm-hmm. En Milène, omdat ik vind dat zij als eerste naar huis moet gaan. Maar aan de andere kant denk ik ook wel weer van, je wilt niet op die manier naar huis. Wil je niet? Het zou zonde zijn. Ja. Zeker. Zeker. Maar alsnog gunde ik Dylan het meer. En Jens ook. Jens was gewoon een hele, hele goeie. Zo jammer dat die gozer weg is. Echt waar. En ik ben ook echt blij dat jij later ook hebt ingezien dat het echt een toffe peer is. Hij is gewoon vervelend. Maar het is echt een goede gozer. Ja. Echt waar. Dat weet ik ook. Alleen we hadden gewoon nooit de beste band. En dat kwam ook doordat wij heel veel hebben meegemaakt in het Marteleufke. En hij kon mij niet uitstaan. Ja. En ik kon hem niet uitstaan. En als hij al een zuchtje gaf, was ik al geïrriteerd. Dus we hebben gewoon te veel op elkaars lip gezeten. Daar en daarvanuit is dat niet beter geworden. Maar uiteindelijk, ja, hij hielp mij wel met mijn Survivor Jacks, met alles. Als ik iets vroeg, of als ik niet weet hoe iets werkte, dan... Ik blijf me gewoon, als ik nu nog die eerste stemmingen naar voren haal, en de redenaties van mensen om Jens naar huis te stemmen, dan had ik echt zo... Ik had gewoon gezegd van, je bent slim. Je gaat de boeien ownen. Wil ik niet. Tata, zeg dat gewoon, want dan heb je ballen. Maar nu, je doet hier niks. Ik dacht echt van, je doet hier niks. En dat kwam uit de mond waarvan ik dacht van, wat doe jij dan? Jij zegt dit? Ja. For real? Wauw, je durft. Ballen. Ja. Klopt. Ja, ik vind het nog steeds heel sneu. Maar ja, dus je kan niet veel rijden. Hij wilde ook weg, maar hij heeft ook gezegd dat als hij het spel eerlijk kon maken, of in ieder geval even, had hij hier langer gebleven. Dat waren zijn woorden. Maar ja, dat is het niet geworden. Dus ja. Mama hangt je op de goede plek. Mama, ja. Ik heb 3 keer mama. Want mama die wacht op mij. Maar die wacht altijd op mij. Ik dacht echt, die Emmy, die had het in je oor gefluisterd. Je moeder wacht. Echt van, nee, zeg het niet. Nee, zodat ik echt zo'n erg en denk ze, ja, ik ga. Nee. Ja, dat ging wel door me heen. Dat ik dacht van, oh, mama. Mama wil zo graag dat ik thuis ben. Dat weet ik. Zij hebben nog nooit, denk ik, haar kind zo lang moeten missen. Een van haar kinderen. Ik denk mij het langst. Maar gelukkig, dat zegt ze wel elke keer, ziet ze me. Ja. Ja, mijn moeder heeft me nog nooit zo vaak gezien als nu. Zo zichtbaar. Oh, ja. Ja, weet je. Gewoon niet ook, ja. Ik denk ook echt dat zij ons nu op een bepaalde manier ook ziet. Anders ziet, ja. Ja. Omdat je kan 24/7 gewoon je kind in de gaten houden. Ja. En je ziet gewoon alles. Ja. In real life. Ja. Maar ze is wel. Oh, oké, ze is veilig. Weet je wat ik ook denk dat ze gaat doen? Want bepaalde trekjes of dingen die ik hier dan heb gedaan, dan. Ik zie mijn moeder ervoor aan van. Weet je nog, die dag dat je zo deed tegen die en die, dat doe je nu ook. Kap daarmee. Zoiets, weet je. Oh, ik hoop niet dat mijn moeder dat gaat doen. Ik zie er ook voor aan. Ik zie mijn moeder daar echt voor aan. En mijn zwager ook. Als ze je niet mag, dan zie je dat aan heel haar gezicht, aan haar ogen, aan alles. Ja, geweldig. Ik ga ook heel vaak met haar naar de kroeg. En dan, als er iemand niet mag en die komt naast haar zitten, dan is het ook echt van, op motje. Ga lekker even een paar krukken verderop zitten. Nee, echt? Ja, zo is mijn moeder. Ja, geweldig. Oh, ik wil echt waar. Lekker een keertje op de koffie, ook al drink ik geen koffie, bij mama Leni. Neem ik mijn moeder mee. Ik denk dat mijn moeder ook heel erg leuk vindt. Ja. Ik weet nog dat mijn moeder hier was. Toen, nee, ik ga niet zeggen, nee. Zeg buiten. Die al. Oh, ik moest zo lachen. Oh, ik zeg, bah. Kan ik niet zeggen.
Ja, nou vind ik gewoon hoor. En je gaat ze sowieso ook meer waarderen. Je familie, je vrienden. Alles. Ja, joh. Je weet wel eens wat je mist wanneer ze er niet zijn. Ja, en hoeveel steun je aan ze hebt. Zo. Dat vooral. Ja. En je kan ze alles vertellen en weten dat het ook echt daar blijft. En niet dat het overal verspreidt. Ja. Of dat ze er hier op pakken. Ja. Ja. Ja, ik ga even eten, man. Ja, beter. Ik ben zo blij dat je blijft. Echt. Ja, de game is aan. En we gaan allemaal wel zien hoe dit allemaal gaat lopen. Maar ik vertrouw Brandon. Ik hoop dat hij het niet beschadigt. Of dat hij... Ja, laten we het daarbij houden. Ik hoop gewoon dat het goed komt. Als dit gaat gebeuren, wat ik denk dat er gaat gebeuren. Ja, het kan niet anders dan dat het goed gaat. Het moet goed gaan. Dat moet goed gaan. Je moet niks, maar dit moet. Nee, maar dit moet. Ja. Dit moet. En daarna is het. Is on. Ja, ik was echt fucking on. Heb ik ook gezegd. En ook al, weet je wat het mooie is? Ook al gaan mensen praten op de mat. Er valt niks tegen te doen. Helemaal niks. Nee. Maar ook wat dan verzinnen ze wel wat. Is, waar, ik zei toen nog maandagavond hoe wij met z'n allen als de losse vlodder gang in de loop als een hertje aan het kijken waren van maar ik ga je schieten. Nu is dat andersom. Nu is het ja. Kiele kiele. Nee. Nee, dit wordt geen kiele kiele. Ik hoop gewoon dat... ja, dat dit... Als ik denk niet dat het kiele-kiele gaat worden. In ieder geval, we gaan strijden. Survivors. We gaan strijden. Ja. Tot het bittere eind. Heb ik gezegd op het podium van Podiumvrees. Ik dacht ook echt van, oh shit, ik kom alles nu niet meer na, nu ik naar huis ga. Dat dacht ik wel echt. Ik heb echt altijd gezegd dat ik nooit naar huis ga en dat ik nooit... Maar ik was gewoon woedend, punt, klaar. Maar we gaan ervoor. We gaan er echt voor. Oké, je bent lekker gaan kruisen op je kaartje. Ja, je ook weer ophangen? Ja, ik ga alles weer ophangen. Alles weer. Ja. Maar niet nu, want het is echt heel veel werk. En ik ga vanavond toch lekker van mijn bedje in. En dan heb ik al de tijd voor om alles weer... Leuk teruggedaan.